Welkom bij Hati. En wat gaan we vandaag doen? Wij gaan vandaag een Opinel organizer maken. Wat gaan we vandaag doen? We gaan iets in elkaar knutselen. En we kennen deze wel van de Opinel. Ik maak hem even open. En het is een mooi doekje. En daar zitten dan je mes in. En het bestek wat hierin past. Dat is hartstikke mooi. Maar ik wil een grotere. Dus dit is een mooi uitgangspunt om zelf in te maken. Dus die leggen we even weg. En dan pakken we het doekje erbij. Ik heb hier van hetzelfde materiaal als een doekje gevonden. Is lekker snel droog. Het is een microvezeldoekje en dit is een bamboesnijplankje die ik graag mee wil nemen. En dan gaan we beginnen met dingen uitmeten. Het plankje is 14 bij 22. En die willen we in het midden leggen. Nou, dat is heel makkelijk te doen. We leggen eerst het plankje aan de zijkant. Dan meten we dit op. Kom je op 39 en daad door 2 kom je op 19,5. Nou, dat kun je ook aan deze kant doen. Plankje naar boven, kom je op 16, dat is 8 centimeter. Dus het plankje komt dan te liggen ongeveer hier. En deze kant op. Dit wordt onze beginpositie. Dan moet je denken, wat wil ik hier naast hebben liggen? Ik zal deze er even bij pakken aan deze kant. Dan hebben we een klein voorbeeldje. En dat willen we dan hier zo'n strookje maken, waardoor ik dan mijn grote mes en dit bestek hier zo in kan zetten. En aan die kant een extra rijtje. Nou, daar heb ik al een beetje uitgetekend en gedaan. Op mijn papiertje hier zo. Dus je doet niet helemaal uit mijn hoofd. En als eerste moet je weten hoe breed zo'n tussenstukje moet zijn waar zo'n mes in past. Nou, dat is heel makkelijk. Want je pakt je meetlint, het liefst eentje die je gebruikt als je met stof bezig bent. Dat is echt een lint. En die leg je zo hier neer. En van de ene breedte naar de andere. En dan kom je op 3 centimeter uit. Nou, als we dan deze hier zo bijhouden, klopt dat ook aardig. Nou, dit is 2 en dit is 1,5 plus iets extra. Dus als we dus voor het grote mes pakken en we pakken een grootste punt naar hier, dan zit het op 4 centimeter. En dit is een Opinel 8, waar het bestek in zit. En dit is een 7. En dan zou je al genoeg hebben aan 2,5. Ik heb op papier gezet
wat ik hier wil hebben. En ik wil hier dus een stuk elastiek hebben, wat je hier ook aan hebt zitten. En dat heb ik in het zwart gekocht. Net zo breed. En dat is breed 2,5 centimeter. En dit zal dan ook 2,5 centimeter zijn. En dat kun je kopen in allerlei kleuren. Ik ben naar de winkel geweest en kon kiezen tussen zwart of wit. Nou, wit was zo snel smoeselig. Dus heb ik voor zwart gekozen. Maar je kunt het op internet in alle kleuren krijgen die je hebben wilt. Mocht je dan toch in donkerblauw willen hebben of lijmgroen. Dit moet hier straks opgenaaid worden. En dan moet daar dus een stiksel in komen. Hier kun je dat mooi zien. Op dat groen hebben ze een donkerblauwe stiksellijn erin zitten. En dan kun je mooi zien de afstanden, zeg maar. Nou, dan moet ik hier, hebben we moeten dat ook bedenken. Dus dat heb ik bedacht. Het eerste stuk wordt 4. En dan wil ik een stukje van een centimeter hebben. Want ik wilde eigenlijk een stukje ruimte tussen hebben. Dus dan doe ik nog een stikseltje. Dan krijg je er 1 van 3. Dan weer eentje van 1 centimeter. Dat je een beetje ruimte aankomt. En dan voor het bestek. Dat is die kant. En dan straks aan die kant wil ik dat dan ook een lintje extra hebben voor van alles en nog wat. En dat wordt dan 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2. En dan heb ik genoeg om onderweg zelf te bepalen wat ik erin stop, wat ik meeneem en hoeveel ik meeneem. Opinel heeft wel zo'n plankje met zo'n groot mes, maar dan heb je een aardappelschilmes erin zitten en een mes met een kurkentrekker. En dat zijn beide andere dingen die ik niet gebruik. En ik vind het juist makkelijk om aan het grote mes, die ik als broodmes gebruik. Daarom ook van die kartels eraan. En het mes standaard hier mee te nemen. En dat is dan degene. Oh, dat mes hoeft er niet uit. Waar je dan ook mooi je lepel van kunt maken of je vork. En dat vind ik nou wel makkelijk. Nou, ik ga hem er even opspelden. En dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Ik heb hem afgespeld en dan kunnen we dus even checken of dat klopt, hè? Mijn redenatie. Hoppakee. Even voorzichtig, want hij zit nog niet meer vast. Au. Misschien andersom zo makkelijker gaat. En dit is elastiek, dus het geeft wel mee, maar het is nog even voorzichtig. Dus dit is die 4 centimeter. Voor deze de 3 centimeter. Nou, dat wisten we dat het moet passen, want dat is hier ook hetzelfde geval. En dan voor het bestek 2. Oh, ik heb er een puinhoop van. En die moet dan hier komen. We gaan het vastnaaien en dan doen we straks de andere kant. Nou, we gaan beginnen. Hopen dat het lukt. Want ik wil. We kunnen het doorheen trekken, natuurlijk. Ben je nou net zo goed als Haartje met de naaimachine? Kun je ook hulp vragen? Oh, zo. Gaan we verder. Of je moet het gewoon net als haar proberen. En dan zien we wel waar het schip strandt.
Het hoeft ook niet perfect en mooi te zijn. Het moet functioneel zijn. Nou, draadjes eraf. Andere kant even losknippen. Zo. Die naar achteren. Zoals mij verteld is. Aan de achterkant even de draadjes eraf knippen. En dat ziet er niet helemaal perfect uit, maar dat hoeft ook niet. Het is ook niet mijn beroep niet. Maar ik probeer het wel en dat maakt het juist zo leuk. Wat jullie niet zien is natuurlijk ook nog dat ik er een camera tussen heb zitten. Waardoor het nog een stuk makkelijker wordt. Nou. En zo doen we dus al die stukjes. Ah, de naald, de draad eraf. Zelfs bij Hati kan dat gebeuren. Zo. En ook geen naaiprof, hè. Ik doe ook maar wat. Zo. Beetje langer voor de zekerheid. En daar gaan we weer. Speldje weg. Even een knop drukken voor de achteruit. En nog een keertje achteruit. Dan vind ik hem wel sterk genoeg. Nou, schuif hem weer een centimetertje op. En de achterkant ook even gaan losknippen. Voordat het helemaal een baggerzooi wordt. Zo. En dan is de draad er weer uit. Ik zie jullie straks weer. Zo, het eerste stukje is klaar. Ziet het er perfect uit? Nee. Boeit me dat? Nee. Is het functioneel? Ja. Dus deze gaat dan hier. En dan gaan we straks aan die kant zo'nzelfde dingetje maken, maar dan een ander getal. En dan gaan we eens kijken of het past. Want daar is het voor gemaakt natuurlijk, hè. Het grote mes. De 8 voor het bestek. Zo. En de bestekjes hiernaast. Zo. En dan vouwen we dit straks dicht. En dan die kant ook. En dan moet hier nog zo'n oogje met een elastiekje eraan komen. Nou, dit werkt. En dan gaan we hem hier uitmeten. Nou, dat is ook niet zo heel moeilijk. Even een plankje weer op de plek terechtleggen waar die hoort. Even kijken. En zo. Potloodje erbij. En dan gaan we aftekenen. 2 centimeter vanaf het plankje. Dat vond ik wel mooi. Ik ga hem even aftekenen, afspelden en ik zie jullie dan zometeen weer terug. Nou, zoals je ziet heb ik deze kant ook afgespeld.
En voor de mensen die willen weten wat voor afstanden ik gebruik. 3 centimeter, 1 centimeter, 3, weer 1, weer 3, 1 en dan 2. Nou, en waarom deze afstanden? De Opinel 8, de meest voorkomende en de meest gebruikte, die past hier. En dit is een wat kleinere. Het is ook ideaal om mee te nemen met zoiets, jongens. Want die heeft een ronde kant. Kun je mooie bammetjes mee smeren. En die past daar ook wel in. Sorry, iets kleiner. En die twee is dat ik aan die kant ook nog een bestek zetje kan zetten. Net zoals aan de andere kant. En ik heb maar één zo'n groot mes nodig, dus ik heb maar 1-4. Nou, deze gaat weer terug hier naartoe. Die mag er ook wel uit. Nou, dan zullen er nog mensen die zeggen van, ja, waarom heb je dat plankje dan niet zo vastgezet? Daar heb ik eigenlijk wel over nagedacht om dat te doen. Bij de originele van de Opinel hebben ze dat ook niet gedaan. Hebben ze aan één kant voor de messen er aan zitten. Het is trouwens een vierkante zoek. En hebben ze dit ook niet gedaan. En toen dacht ik, waarom niet? Nou, dit is natuurlijk, je fout hem toch al in. En dan, ja, is alleen het plankje wat los ligt. Maar de rest blijft vastzitten. Dus ik vind het eigenlijk wel makkelijk. En misschien in de toekomst dat ik denk van, ik ga het anders doen. Je kunt er ook nog een, twee gaatjes in maken met een kleiner koordje. Nou ja. Gaat het plankje ooit stuk en je koopt een andere die net een centimeter of een half centimeter groter is, dan maakt het allemaal niet uit, want deze leg je gewoon er zo neer. Nou, deze moeten dan ook genaaid worden. En dan zie ik jullie straks weer terug. Dit nou weer aan. Nou. Nou, hij wordt wat slechter. Ja, het is een oud beestje. En ik moet het er maar mee doen.
Zo. Moet even de poepers eruit knippen, jongens, want... Oh, wat gaat het lekker vandaan? Zal die leeg zijn? Ja! En dit was de laatste. Knip. 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 Nou, de laatste heb ik ook vastgenaaid. Het is allemaal niet perfect, jongens, maar het werkt. Nou, dit was het voorbeeld. Waar alleen het bestek in zit, die gaan we wel bewaren, want die ga ik nog wel eens vaker gebruiken als ik alleen het bestekje mee wil nemen. Soms heeft sommige dingen ook een voordeel. Want die stukjes waar een centimeter in passen, passen gewoon herbruikbare rietjes in. Heb je fatsoenlijk altijd een rietje bij je. Ik heb hier mijn mini aanzetstaal van Opinel.
Nou, hier is een Opinel 8. Dit is ook een 8. Een bestekje wat bij die 8 hoort. Hier past ook nog een bestekje. Een 7. Een 12 met getande kant om broodjes te smeren. Een plank. Nou, nou moet die opgevouwen worden. En dan moeten we even gaan kijken wat makkelijk is. Of we dat eerst zo doen, of dit een optie is. En dan hier twee elastieke bandjes aanzetten. Dan moeten hier twee gaatjes komen. Dat is misschien wel een goeie. Ik heb even twee mooie oogjes in gemaakt. En dan gaan we het nu even... Ik heb deze en ik heb deze. Ik denk dat ik voor zwart ga. Ik kan het altijd nog een keer omdraaien. Want wat maakt het uit? We doen het eromheen. Zo. En dan is dit de maat. En dan gaan we hier even afknippen. Plus iets minder. Het elastiek moet natuurlijk ook wel wat doen, hè, jongens. Half zo'n soort schaartje, maar ik moet even een gewone schaar even pakken. Dan meten we nog eentje af. Hatsaflats. Die doen we even hier doorheen. En ik doe vandaag een simpel knoopje. Ik doe niet heel moeilijk. Er komt toch geen kracht op te zitten. Zo. Knoopje erin. Wordt die automatisch nog iets kleiner. En dan kun je gewoon om het plankje. Jullie staan een beetje in de weg vandaag, jongens. Nou, ik zal hem zo nog even wat beter doen. Dan gaan we eerst die andere ook even vastknopen. Zo. En zo. Je kunt het maken zoals je zelf wilt. En wat je makkelijk vindt op vakantie. Of voor onderweg. Waar je hem dan ook maar voor maakt. Zo. Nou, twee elastieken eraan. Nou, gaan we hem opvouwen. Misschien knip ik dit er ook nog wel af straks. Voor mij, die doen het vandaag heel goed. Zo. En eentje hier. Oeps, even. En eentje daar. Nou, ook alles onderweg om een boterham te smeren. Vind je mijn video's nou leuk? Doe een duimpje omhoog, jongens. Dat is goed voor de statistieken, kost niks. En wil je mijn video's nog vaker zien, dan moet je even onderaan die knop daar op het belletje duwen. En dan krijg je automatisch een bericht als ik weer een nieuwe video upload. En dan zal ik zeggen, samen met Hadi, uis!